Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Dat 1989 lid van de Partij van de Arbeid, lid geworden in de tijd dat het slecht ging. Wim Kok verguist, voor Paars tot stand kwam. Ik heb een aantal krantenartikelen gelezen daarover. En dan krijg je de indruk alsof het inderdaad hooglopende discussie is. Maar het is vanavond gebleken dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ik denk dat de krant toch een beetje uitvergroot heeft. Gelukkig zijn we het met als partij met elkaar eens. En gaan we volop de toekomst in. Daar ben ik blij mee. Kijk, wat er gebeurt is natuurlijk gewoon dat de Partij van de Arbeid een procedure heeft gehad. En in die procedure zijn naar buiten dingen gecommuniceerd. En is op een gegeven moment ook door LAS gereageerd. Zeker vanuit de commotie, ook uit de stad zelf, zeg maar. Dat, wij hebben natuurlijk als partij een aantal criteria gesteld. En wat vandaag ook door de leden aangegeven werd, is dat een van de criteria Almelo was. Of willen gaan wonen in Almelo. Nou ja, en daar zijn een aantal partijen en een aantal mensen op aangehaakt en hebben we daar vragen over gehad. En wat je net in de ledenvergadering ook zag, daar hebben leden ook vragen over gesteld. En die zijn zo goed als en zo kwaad als het ging beantwoord vandaag. U bent in principe niet bereid om naar Almelo te komen. En dat is eigenlijk het heetste hangijzer, begrijp ik. Dat was het in de krant, maar vanavond hier niet. Dit is natuurlijk wel een punt en dat begrijp ik ook. Ja, ik zit in mijn situatie dat ik niet kan verhuizen vanwege mijn echtgenote die echt aan haar werk gebonden is aan Deventer. En laten we wel wezen, het is een goede 20 minuten met de trein. Ik zal vooral met de trein reizen. Ik ben van deur tot deur nog geen half uur onderweg. En als je in A-dorp woont en hier komt werken, dan ben je weer even lang onderweg. Dus je kunt heel veel aanwezig zijn, heel veel overal zijn. Je bent heel nabij. En dat vind ik het belangrijkste. Ik ben er nu een flink aantal keren geweest, wat mijn beeld van Almelo best wel heeft verdiept. Ik was hier wel vaker geweest, maar dan heb je toch een ander beeld, zoals je als bezoeker een stad leert kennen. Maar als je er een flink aantal keren bent, op een gegeven moment, ja, dan weet je een aantal dingen zo te vinden, dan voel je dingen aan. Dan wordt het al iets van jezelf. Net zoals als je een week in een andere vreemde stad, maar op een gegeven moment ken je die stad, dan loop je er zonder plattegrond en dan wordt het al een beetje van jezelf. Ik heb hier het gevoel dat ik die stad langzamerhand een beetje in mijn broekzak begint te krijgen. Nou, Jos Pier is een vriendelijke man. En hij heeft ook geschiedenis natuurlijk als Partij van de Arbeid man. Dus zijn verhaal sluit natuurlijk aan bij de idealen die de Partij van de Arbeid heeft. En bij de mensen die daar dus hierbij zitten. U komt in plaats van Anja Timmer. Dat zal voor ongeveer 2 jaar zijn als alles normaal verloopt. En daarna wellicht een nieuwe periode. Zou u dat ook ambiëren als de Partij van de Arbeid daar voldoende stemmen voor krijgt? Als de Partij van de Arbeid een wethouder mag leveren? Wilt u dat dan ook? Ja, dat is een wat-als vraag. En ik vind dat onrecht doen aan de kiezer. We weten dat er van alles aan de hand is. We weten ook dat er allerlei polls zijn die voor onze partij best moeilijk zijn. Laat eerst de kiezer maar aan het woord komen voordat wij gaan zeggen wat we allemaal willen. We moeten het eerst waarmaken. Deze komende 2 jaar zal ik me daar volop voor inzetten. Om te zorgen dat wij straks in maart 2018... en zo goed mogelijk resultaat halen, dan spreken we verder. Heeft u toch niet even gekriepeld van, ik had het wel graag gewild?
Nou, laat ik heel duidelijk zijn. Ik heb vanaf het begin af aan ben ik er duidelijk over geweest dat ik kandidaat zou zijn. Dat ik kandidaat was, dat ik een brief geschreven had. En het enige wat ik gedaan heb is een brief geschreven en het niet geworden. En voor de rest, ja, er is een hoop commotie ontstaan. Die commotie was niet mijn commotie. Nee. Ik heb enkel een brief geschreven en ben het niet geworden. Ja. Ja. En nu hebben we de 17e nog in de raad, is er nog een politiek debat. En in de 24e in de raad zal er nog een besluit genomen worden. Ja. Ja. Maar verwacht u problemen? Problemen verwacht ik nooit. Dus Jos Piri gaat het gewoon worden? Ja, daar ga ik niet over, daar gaan de 35 raadsleden over. Nou, over 2 weken weten we meer. Heb u er zin in? Ja, dit was natuurlijk met alle stukken in de krant niet al te makkelijk. Maar ik heb er wel heel veel zin in, want ik merk hier dat we met elkaar heel veel positieve energie hebben. Dat er heel veel wil is om met de PvdA de schouders onder deze start te zetten. En ik heb ongelooflijk veel leuke mensen leren kennen. Binnen de PvdA, maar inmiddels ook op straat, bij bedrijven waar ik geweest ben. Allemaal mensen die je aanspreken, die je kop uit de krant kennen. Eigenlijk ontzettend leuk. Dus ik heb er heel veel zin in. Vanavond hebben we het eerste stadscafé in Almelo. Dat zijn cafés die worden in heel Overijssel georganiseerd. In samenwerking met de provincie, Citymops, met de gemeente en Almelo promotie. Er is al een stadscafé geweest in Zwolle en in Hengelo. En dit is de eerste keer in Almelo. We wonen aan het zogenaamde wandelende funshop. En het winkelerf werd geboren in heel Nederland en ook in Almelo. Nou, we hopen dat mensen meedenken. Er zijn vanavond 4 pitches gehouden. Een pitch over de woonboulevard, een pitch over de ontwikkelingen in de binnenstad. Wat moet er gebeuren op de plek tegenover Talamini en what's next for next? En nou, zoals je ziet zijn er Almeloers, raadsleden, wethouders, scholieren, studenten aanwezig. Iedereen was uitgenodigd om mee te denken over een probleem. En we hebben ook vanavond leren omdenken om te kijken naar kansen met elkaar. Was het nodig dat omdenken? Nou, ik vond het een leuke omdenkkliniek en je merkt zelf allemaal dat je in je eigen gedachtenpatroon zit. En dat iedereen denkt wellicht in een probleem, maar die zijn er helemaal niet. Kijk met elkaar naar de mogelijkheden. Degene die daar maar even zit, €10 in een potje doen. Daarvoor ga je het eind van de maand lekker met z'n allen met Tim naar de Chinees. Ah. Maar niet van, ja, maar ik hou eigenlijk helemaal niet zo van Chinees. Dus meteen je eerste. Ik wens jullie een hele inspirerende en creatieve avond. Zover, tot ziens. De 60ste avondwandelvierdaagse. Wie doen er allemaal mee? Scholen, individuele, mensen van de club. Heel uitgebreid. En wie organiseer je dit allemaal? We hebben de 3 women in het bestuur, mijn moeder en ik.
De jongeren zijn eigenlijk bezig met een graffiti-ontwerp, wat ze eigenlijk zelf hebben ontworpen voor de roperen. Het is eigenlijk een hele proces vooraf gegaan. En daarna zijn we aan de slag gegaan, gewoon tekeningen, schetsjes, ideetjes, om de jongeren goed te ondersteunen. Daar heb ik een professionele graffiti-spuiter benaderd, Wesley Campus van Arts Collective. Die is wekelijks echt wel met hun een beetje bij elkaar gezeten, de ideeën en uiteindelijk gewoon één geheel van gemaakt. Tekeningen laten zien aan mij, aan de jongens, daar waren ze zeer enthousiast over. En vandaag is de dag dat het eigenlijk wat bespoten op de muur eigenlijk. Jongens uit Almelo, hebben ze een beetje talent? Ja, zeker weten. Ze tonen heel veel initiatief, dus doordat je gewoon eigen initiatief toont. Leer je veel sneller en leer je veel meer. Dus ze zijn de hele dag al bezig, ze willen ook niet stoppen. Dus ze hebben zeker talent. Ja, ja. Wat is het precies? Het is een samenstelling van hun eigen schetsen. Ik heb de schetsen toen mee naar huis genomen en verfijnd een beetje, zeg maar. Dus dat het echt een mooie compositie wordt. En je ziet de finishlijn, je ziet iemand rennen, je ziet de Europa running, graffiti letters tussendoor, je ziet het publiek. Dus het is echt de wedstrijd afgebeeld in graffiti. Dus ja. Wie werkt er allemaal aan mee? Dat jongen met de witte shirt is Roberto Zora. De middelste is Cesar. De achternaam weet ik niet zo in mijn hoofd. Kelvin Morello. En in het midden is onze de crafty spuiter, de professioneel. Wesley Campus van Art Collective. Dus, Wat vind je van zo'n legale graffiti muur? Ja, eigenlijk wel heel goed. Kijk, die jongens die willen serieus wat leren. Die willen niet per se de adrenaline kick krijgen van de graffiti. Maar die willen echt kunstenaars worden erin. Dus dan is zo'n legale muur echt heel efficiënt voor die jongens. Ja. Dus mooi voor Almelo. Uiteraard, ja. Ja, de afgelopen maanden stond de kerstman er nog op. Hoe lang blijft er op erin staan? Ik ga er vanuit misschien 3-4 maanden. We hopen zo lang mogelijk. Onze bedoeling is dat we om de 4 maanden even wat moois neerzetten, creëren. En ligt eraan wie het wil doen, waar de behoefte is. Soms kan de vraag van de gemeente komen van kun jullie een mooi ontwerp bedenken. Of soms nemen de jongens zelf het initiatief. Maar ik ga vanuit de 3-4 maanden, dat het wat anders komt. Maar dit is een hele mooie tekening waar wij en de jongeren zeker trots op zijn. En ik hoop de mensen eromheen ook. En de mensen die aanstaande zondag ook bij de roper en hier zullen het deel nemen. Dus, ja. Okay.
is denk ik het plechtige moment. Petra, fantastisch. Gefeliciteerd. In het provinciehuis heb ik meegedaan aan de finale van het Overijssels debattenwoord Almelo. En deze heb ik gewonnen. Ik ben in staat om mijn titel te gaan verdedigen. Dus wellicht dat er volgend jaar nog een jaartje hier staat. Maar als ik hier niet aan meedoe, dan weet ik zeker dat andere mensen, andere debattoppers bij ons op school, dat ook in staat zullen zijn om deze trofee hier langer te laten pronken. De hartjes symboliseren ieder zijn eigen mening en zijn eigen passie. En die hartjes zijn ook in verschillende kleuren. Dat symboliseert dus ook verschillende meningen van mensen. Iedereen gooit zijn eigen mening erin. En dat moet resulteren in een algemeen goed gevoel voor de hele gemeente, zeg maar. Dat is het grote hart. Dat is uiteindelijk het resultaat van het debatteren eigenlijk. Nou, wij zijn in goede handen van mevrouw Riet Lepping. Die helpt ons met ons debat. Die geeft ons training. En die is voor ons echt altijd daar als wij een vraag hebben over of debatteren in het algemeen. Of logistiek. Hoe komen we nou in Zwolle met de trein? Daarvoor is mevrouw Lepping. En ik weet zeker, zonder haar hadden we het ook echt niet gekund. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. De Busterweg en het kruispunt hier gaat open. En het asfalt lag er zo mooi glad bij dat we dat wilden openen met de kinderen van de Herdersgeeschool en de Vrije School. En het weer zit ons mee en vandaar dit feestje op het nieuwe asfalt. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. Normaal mogen ze met al deze rijdende spullen niet op de speelplaats. En vandaag mogen ze eindelijk met hun space scooters en stepjes en alles zo hard als ze willen in de rondte gaan. En daar blijft zo. Nee, hier op het kruispunt niet. Als het goed is, wordt de verkeerssituatie veiliger. En mogen ze met de fiets overheen voor de kinderen die zelfstandig naar school komen. Ik kom te Neggelen. Je hebt mooie plannen voor Almelo. Vertel eens. We gaan dat heel voorzichtig beginnen. We verwachten geen wonderen en een hele toestroom van bruidsparen. Maar we hebben echt het gevoel als dit één keer bekend is. En mensen die hebben dit gezien met een boord in deze staat en vol met bloemen. En dan afgeleverd worden precies voor het stadhuis en ook daar weer opgehaald worden op de rode lopen. Nou, dat kan volgens mij niet anders dan dat moet je willen. Ik ben al heel lang met oude boordjes bezig. En elk bootje wat ik koop, zeg ik van, dat wordt mijn huwelijksbootje. Je begint met een goedkope boord. Je koopt eigenlijk zo'n boord voor heel weinig. Maar alles wat erbij opkomt, dat maakt het wel heel erg kostbaar. En het werk wat eraan gebeuren moet. Het zijn toch doorgaans wel wrakken die je koopt. En deze was meer lek dan dat hij dreef. Het had echt geen drijfvermogen. En voordat ik hem daar zo ver heb zoals nu, dat is toch wel, dat is wel lekker. Dat voelt goed. Ik heb ook nog nooit een boord zo ver afgerestaureerd eigenlijk. Het is een notarisboord. Het is een boord ongeveer 1935. Er is geen historie bekend van deze boord. Er zit ook geen werfplaatje in. Dus we kunnen ook niet zien. Het is allemaal heel jammer. We kunnen ook niet zien wat voor werf hem gebouwd heeft in die tijd. We kunnen ook niet het exacte bouwjaar terugvinden. Hij is wel officieel aangemeld bij de Oude Glorie. En daar is hij ook erkend. Hij heeft ook een nummer. En dat is dan wel van belang. Dus hij is wel erkend als varend monument. Hij is geklonken, hij is in die tijd werd er alleen maar geklonken, dus toen konden ze nog niet lassen in 1935. Dat is ook heel duidelijk te zien. Ik denk dat de leek ook echt versteld staat en die zal zeggen van wat heeft die man slecht geplamuurd of wat heeft die man slecht geschilderd. Maar dat is wel een beetje mijn opzet, dat alle sporen van toen eigenlijk in zicht bleven. Het is geen nieuw schip. Mensen van 80 jaar die hebben ook een nodige
Rimpels, ja, goed. We hebben de nodige rimpels. Nou, zie je dit als rimpels. Dit zijn geklonken scheepjes. Dus je ziet precies hoe en waar elke klinknagel er in de tijd in is geslagen. En ja, de sporen destijds die zijn zichtbaar. En dat vind ik wel leuk. Anders moet je geen oud schip nemen. Je moet hem niet afrestaureren dat je een glad, strak schip hebt. Dat vind ik niet mooi. Ik was heel naïef. Ik denk, ik maak die boord klaar en ik leg hem in het water en ik vaar mijn bruispaar. Maar zo werkt het dus niet. En ze zijn dus met mannenwacht zijn ze bezig om daar vergunningen voor te krijgen. En we moeten een speciale lichtplaatsvergunning hebben. Want dit is dan toch wat aangemerkt als bedrijfsvaartuig. En daar zijn ze druk mee. En we hebben daar al meerdere vergaderingen over gehad en besprekingen. Maar dat gaat vast en zeker de goede kant op. Want wie wil dit nou niet? De gemeente Almelo die heeft een goedkoop promotieproject straks voor de deur. Ja, dat is een ruggerini-motor. Die hebben we ergens onder Zeeland weggehaald. Die is hier bij de werf is die ingebouwd. Hij is nog naar voren gehaald. Er zitten hele lange assen om. Maar het loopt allemaal goed. We hebben de eerste proefvaart hebben we erop zitten. En hij gaat als een speer. Jaarlijks wordt tijdens de Pinksterdagen de Europa-run gelopen. De Almelopers is één van de 315 deelnemende groepen. En dit jaar voor het eerst met twee teams. De belangstelling voor het evenement wordt elk jaar groter. Ook op de route staan steeds meer mensen de lopers aan te moedigen. Tussen 3 en 10 trokken er een kleine 100 teams door de gemeente Almelo. Dit is een feest aan het worden dat die doorkomst van Europa Run. Ja, je ziet dat er elk jaar weer een stapje hoger komt. Hè? Dat de organisatie die ermee gemoeid is ook veel meer inspanningen verricht om hier die doorkomst te laten zijn en dat we weer de eerste prijs mogen halen. Dat zou toch wel heel uniek zijn, 4 keer achter elkaar. Ik vond het vorig jaar nog fantastisch, 3 keer achter elkaar, maar 4 keer achter elkaar natuurlijk nog fantastisch. Ik heb het gezien, ik heb een klein stukje van boven van het parcours, maar een heel klein stukje. Maar dat is fantastisch. En al de mensen die er zijn, dat geeft toch een kick aan de lopers wat je zo hoort van ze. En dat is zeker de eerste ontvangst bij Marie de Rocking en dan de laatste ontvangst bij Bornebroek. Ja, dat is fantastisch. Fantastisch. Het woord dat je die feliciteren noemt en ik kan het alleen maar beamen dat het zo is. Jossie en Joyce, die zijn er helaas niet bij. Maar ook een andere die er wel bij is. Ja, en dat ben jij. Ja, en dat zat er niet in en het zit er nu wel. Ja, vorig jaar heb ik je uit moeten stappen. Omdat ik zelf borstkanker heb gehad. En nou kan ik gewoon weer meedoen. Maar meisje, dat is toch fantastisch? Hoe weet je het allemaal dan? Ja, geweldig toch? Ik weet alles. Ik heet Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Hey, geef haar in het roze, dames en heren. Maar het is een fantastisch applaus. Want wat een doorzettingsvermogen. En wat een geweldig dat ze dat ook nog even zelf wilde komen vertellen. Geweldig! De doorkomst van de Europa Run werd weer groot aangepakt en het was erg gezellig in de stad. De opbrengst van de Europa Run gaat naar de begeleiding van kankerpatiënten en hun familie. Onder het motto: we voegen leven toe aan de dagen wanneer er weinig dagen meer zijn in het leven. Met het geld wordt de laatste fase van terminale patiënten zo aangenaam mogelijk gemaakt. De Almelopers haalden samen ruim 40.000 euro op. De totale opbrengst van het evenement wordt pas over een aantal weken bekendgemaakt. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en het kleine nieuws uit Twente. Koen ten Heggeler is een bloemist met een passie voor oude boten. Hij heeft al 10 jaar het idee om bruidsparen met een opgeknapt historisch bootje naar en van het stadhuis in Almelo te varen. Zijn droom komt nu dichterbij dan ooit. Koen ten Heggeler, je hebt mooie plannen
voor Almelo? Vertel eens. We gaan dat heel voorzichtig beginnen. We verwachten geen wonderen en een hele toestroom van bruidsparen. Maar we hebben echt het gevoel als dit één keer bekend is. En mensen die hebben dit gezien met een boot in deze staat en vol met bloemen. En dan afgeleverd worden precies voor het stadhuis en ook daar weer opgehaald worden op de rode lopen. Nou, dat kan volgens mij niet anders dan dat moet je willen. Ik ben al heel lang met oude bootjes bezig. En elk bootje wat ik koop, zeg ik van, dat wordt mijn huwelijksbootje. Je begint met een goedkope boot. Je koopt eigenlijk zo'n boot voor heel weinig. Maar alles wat erbij opkomt, dat maakt het wel heel erg kostbaar. En het werk wat eraan gebeuren moet. Het zijn toch doorgaans wel wrakken die je koopt. En deze was meer lek dan dat hij dreef. Het had echt geen drijfvermogen. En voordat ik hem daar zo ver heb als nu, dat is toch wel, dat is wel lekker. Dat voelt goed. Ik heb ook nog nooit een boot zo ver afgerestaureerd eigenlijk. Het is een notarisboot. Het is een boot uit ongeveer 1935. Er is geen historie bekend van deze boot. Er zit ook geen werfplaatje in. Dus we kunnen ook niet zien. Het is allemaal heel jammer. We kunnen ook niet zien wat voor werf hem gebouwd heeft in die tijd. We kunnen ook niet het exacte bouwjaar terugvinden. Hij is wel officieel aangemeld bij de Oude Glorie. En daar is hij ook erkend. Hij heeft ook een nummer. En dat is dan wel van belang. Dus hij is wel erkend als varend monument. Hij is geklonken. Hij is in die tijd werd er alleen maar geklonken. Dus toen konden ze nog niet lassen in 1935. Dat is ook heel duidelijk te zien. Ik denk dat de leek ook echt versteld staat. En die zal zeggen van wat heeft die man slecht geplamuurd. Of wat heeft die man slecht geschilderd. Maar dat is wel een beetje mijn opzet. Dat alle sporen van toen eigenlijk in zicht bleven. Het is geen nieuw schip. Mensen van 80 jaar die hebben ook de nodige rimpels. Ja, goed, hebben de nodige rimpels. Nou, zie je dit als rimpels. Dit zijn geklonken scheepjes. Dus je ziet precies hoe en waar elke klinknagel er in de tijd in is geslagen. En de sporen destijds die zijn zichtbaar. En dat vind ik wel leuk. Anders moet je geen oud schip nemen. Je moet hem niet afrestaureren dat je een glad, strak schip hebt. Dat vind ik niet mooi. Ik was heel naïef. Ik denk, ik maak die boot klaar en ik leg hem in het water en ik vaar mijn bruispaar. Maar zo werkt het dus niet. En ze zijn dus met mannenwacht zijn ze bezig om daar vergunningen voor te krijgen. En we moeten een speciale lichtplaatsvergunning hebben. Want dit is dan toch wordt aangemerkt als bedrijfsvaartuig. En daar zijn ze druk mee. En we hebben daar al meerdere vergaderingen over gehad en besprekingen. Maar dat gaat vast en zeker de goede kant op. Want wie wil dit nou niet? De gemeente Almelo die heeft een goedkoop promotieproject straks voor de deur. Ja, dat is een Ruggerini-motor. Die hebben we ergens onder Zeeland weggehaald. Die is hier bij de werf is die ingebouwd. Hij is nog naar voren gehaald. Er zitten hele lange assen onder. Maar het loopt allemaal goed. We hebben de eerste proefvaart hebben we erop zitten. En hij gaat als een speer. Ook in Twente is de lente weer begonnen. Enschede genoot van het lekkere weer. En dit zorgde voor drukte in de stad. Vorige week rond Koningsdag was het nog koud. En het sneeuwde toen ook. Nu schijnt de zon en de Enschedeërs genieten volop van het weer. Op de terrasjes op de Oude Markt is het gezellig druk. Wat vinden jullie van het mooie weer? Heerlijk. Ja, perfect hè. Met een keertje thee denk ik. Ja, dat is toch prachtig om in dit mooie weer nu te mogen lopen door deze mooie stad. Ja. Heerlijk. Ja, top. En waarom zit u hier op het terras? We hebben een lekker dagje voor onszelf. Dus we gaan lekker de stad in en wat eten. Voor het eerst werd er een stadswandeling gehouden, waarbij bezoekers ook de kerktoren in mochten van de grote kerk op de Oude Markt. Het is initiatief van het Gilde, dus dat is de gidsengroep die hier nu loopt, de toeristinval. En Joop Brandswaard, dat is de stadsbeheerder van Enschede. En natuurlijk werd met dit mooie weer het buitenbad van het aquadroom volop gebruikt. Het is natuurlijk het perfecte weer om een lekkere duik te nemen. Nou, het is wel echt heel lekker weer om buiten te zwemmen, want binnen is het hartstikke heet en buiten kan je het lekker... Ja, het is gewoon lekker om buiten te zwemmen en het is lekker fris. Wel fijn. Het is wel lekker warm weer en zo, dus het is wel heel fijn dat je weer kan zwemmen. Ik vind het mooi weer om in te zwemmen. En ja, je kunt er lekker buiten mee zitten. De zomerfeesten van De Hoeve in Haaksbergen zijn een begrip in heel Twente. Op de zondag dan worden er altijd spectaculaire combineracers gehouden. De combineracers worden elk jaar georganiseerd door een speciale commissie, de Bende van 8. Ik zie hier heel veel gelach en gedoe. Vertel, wat is er tussen jullie? Dit is een kameraad van ons uit Luxemburg en die gaat zometeen de tweede manche op deze machine rijden. Raoul heeft altijd in de standaardklasse gereden met zijn eigen combine, maar is daarmee gestopt en hij gaat nu bij ons in de specials. Maar dat wordt dus zijn eerste ritje, een
een ontmaagding in de special klasse. Want dit gaat iets harder natuurlijk en iets anders. Dus zo rustig aan begint hij een beetje nerveus te worden. Dus je vertrouwt het hem wel toe? Ja. Het kan niks meer als misgaan, toch? Ik bedoel, gewoon gas erop en kijken waar je uitkomt. Hij verstaat wel Nederlands, hoor. Oké, ja, maar dat dacht ik ook wel. Zie ik een zekere druk of zo? Of, Ik vind het een beetje druk. Ja, dat je winnen moest. Ja, hij is ver te vinden. Wat is er gebeurd? Nou, ik reed zich wel lekker. Ik zat achter nummer 4 aan te jagen. En die liet een gaatje vallen aan de binnenkant. Ik denk, nou, dan zet ik hem tussen. Maar hij kwam naar binnen in en zijn bumper sneed mijn voorwiel gelijk helemaal door midden. Ja. En lucht weg en is het gebeurd. Ja. Dus je hebt geen reserve bij je? Dat gebeurt nooit? Tuurlijk, wij gaan goed voorbereid op weg. Dus het team is nu bezig met het reservewiel aan het klaarmaken. Dan wordt er zo opgezet en dan gaan we gewoon verder. De variatorsnaar die was geknapt. En die hebben we nou vervangen. Oké, en red je dat voor de... We hebben nog een paar minuten, dus we hopen dat we het gaan redden, ja. Ik heb gezegd dat we 3 minuutjes wachten, maar... Hij gezegd, ja. Die was hellig. Ja. Oké, dan doe ik een stap achteruit en succes. Dat zal wel lukken. Dank u. Oké. Enschede kon afgelopen week kennis maken met de landmacht. Er stonden verschillende activiteiten gepland tijdens de landelijke landmachtdagen. Zo werd het Van Heekplein bezet en stonden er militairen voor de klas bij basisschool Het Lang. Deze militairen vertelden onder meer over hoe zij zich inzetten voor de vrede. Weer eens wat anders dan een juf of een meester voor de klas. Bij basisschool Het Lang stonden vanochtend 2 soldaten strak in camouflage voor de klas van groep 8. De klas kreeg voorlichting over wat de landmacht nou allemaal inhoudt. En de leerlingen waren daar best wel van onder de indruk. Waarom nodigen jullie de militairen uit? Nou, omdat we groep 8 hebben en wij de kinderen zoveel mogelijk kennis willen laten maken met allerlei beroepen. En ook omdat kinderen toch heel vaak het idee hebben dat ze in het leger de hele dag lopen te schieten. Ieder jaar proberen wij met de landmachtdagen te laten zien wat wij als landmacht kunnen. En waar we dat vroeger op de kazernes deden, treden wij nu naar buiten toe. En een deel daarvan is dus richting de scholen, naar de kinderen toe. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Dat doen we hier in de regio Enschede, maar ook in de rest van het land. En morgen doen we dat door op pleinen en in steden te gaan staan met ons materiaal, waar mensen ook dingen kunnen gaan doen. Ja, wat vind je van de voorlichting? Interessant, heel leuk. En ik weet nu veel meer dingen over... Over hoe de veiligheid hier in Nederland is. Het is wel leerzaam, maar sommigen weten ook niet zoveel. En het is ook wel leuk om te weten hoe het zit.
wat ze daar allemaal doen. Veel kinderen die beginnen al gelijk van, ja, heb je iemand neergeschoten en schiet je veel? Hoe komt dat, denk je? Nou, ik denk over het algemeen, dat zal te maken hebben met films, met computerspelletjes, is dat wel beeld van defensie. En wij proberen eigenlijk het tegendeel te bewijzen, dat het grijpen naar geweld, of in ieder geval naar middelen die met geweld te maken hebben, dat ons echt ons laatste middel is. En dat wij vooral heel veel dingen doen die niet met geweld te maken hebben. De Pinksterbruidjes in Borne treden, zoals de naam al doet vermoeden, elk jaar op tijdens het Pinksterfeest. Deze unieke gebeurtenis trekt publiek uit heel Twente en ver daarbuiten. Het is zelfs zo uniek dat de Pinksterbruidjes vorig jaar op de lijst van het immaterieel cultureel erfgoed zijn gezet. En hier alvast een voorproefje van wat je op eerste Pinksterdag in Borne kunt meemaken. Ja, dat is natuurlijk mooi om te zien. We zijn denk ik als Bornse gemeenschap hartstikke trots op dit fenomeen. We wisten niet eens dat we daar zo uniek in waren. We hebben gehoord dat het in andere plaatsen ook al was. Maar lang niet zo beleefd en lang niet zo druk als hier. En ook niet met zoveel bruidjes, want er waren er weer meer dan 100. Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. En blijkbaar trekt dat ook landelijke aandacht. We hebben inderdaad, ik geloof dat ik wel 4 cameraploegen tegelijkertijd zag. Ik wist niet wat ons overkwam. En natuurlijk is dat mooi en het is ook goed om die erkenning te hebben. Maar belangrijker is natuurlijk toch nog dat we dat als gemeenschap zelf waarderen. En dat we het ook blijven dragen en dat het in de toekomst ook verzekerd is. Ja, in mijn beleving hebben we door de plaatsing op de erfgoedlijst wel meer aandacht gekregen. Iedereen praat erover, het leeft wat meer onder de mensen. Mensen vragen wat verder door. En eerder was het altijd van, je helpt met de organisatie van de Pinksterbruidjes. Ja, oh, leuk. Ja. Meisjes hebben dit jaar meegedaan? We hebben er 96 geteld in de groepen. Ja. Dus dat bijna 100. Net niet gehaald. Hallo Marre, jij bent het Pinksterbruidje geweest. Hoe vond je het? Heel leuk. En is dit de eerste keer dat je Pinksterbruidje bent? Nee, het is de tweede keer. En heb je dansje al vorig jaar dus ingestudeerd? Heb je andere meisjes ook leren dansen? Niet echt. En dit was Twente Breed voor deze week. Luister ook elke werkdag naar 1 Twente Radio vanaf 7 uur 's ochtends via jouw eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je elk uur het laatste nieuws uit Twente en je eigen gemeente. En ook wordt er veel lekkere muziek gedraaid. Bedankt voor het kijken naar Twente Breed en heel graag tot volgende week.